In een vat van 2 kubieke meter zit lucht. De gemeten druk is 20 bar, de temperatuur is 30 graden Celsius. Hoeveel kilogram lucht zit er in dit vat? De gasconstante voor lucht is 287 joule per kilogram Kelvin. Even onze gegevens verzamelen. We weten, er zit lucht in de tank. De temperatuur is 30 graden Celsius. Dat zetten we om naar Kelvin, dat is plus 273, 303 Kelvin. De druk is 20 bar. Hier is het erg belangrijk om deze druk om te zetten naar Pascal, dus dat wordt 20 maal 10 tot de vijfde Pascal. En het volume is 2 kubieke meter, dat staat al in standaard eenheden. De gasconstante voor lucht is 287 joule per kilogram Kelvin. Wat vraagt men hier? Men vraagt zich af hoeveel kilogram lucht zit er nu in dit vat. De gebruikte formule is deze. Druk maal volume is massa maal gasconstante maal temperatuur. Zeer belangrijk. Alles in standaard eenheden, SI eenheden. Dus dat wil zeggen onze temperatuur in Kelvin, onze druk in Pascal, het volume in kubieke meter per in kubieke meter. We lossen dit op. Druk maal volume is massa maal gasconstante maal temperatuur. We zoeken onze massa, dus deze twee moeten naar de andere kant. Hier is het maal, dus aan de andere kant wordt dat gedeeld door. Dan ziet onze formule er zo uit. De massa is druk maal volume gedeeld door R maal T. En als we dat invullen, ziet het er zo uit. 20 maal 10 tot de vijfde maal 2 gedeeld door 287 maal 303. En dat levert ons een massa op van 46 kilogram. Als antwoordzin, in de tank zit 46 kilogram lucht. Een eenvoudige formule dus. Je mag kiezen welke drukvolume of temperatuur je kiest bij twee toestanden, maar blijf altijd binnen dezelfde toestand. En, ontzettend belangrijk, alles moet in standaard eenheden staan. Zeker bij de druk wordt dat nogal eens vergeten en je ziet dat levert een flinke fout op, factor 10 tot de vijfde. Dus, temperatuur in Kelvin, druk in Pascal, volume in kubieke meter.